Ja, en dit is ook een van mijn favoriete foto's. Ik rijd dus op de motor mee in de koers. En ongeveer een minuutje voordat het peloton arriveert, ben ik om me heen aan het kijken. En dan moet ik heel snel beslissen wat ik doe. En hier ben ik afgestapt. En hier hangen de karkassen, daarvoor passeert het peloton. Deze foto roept nu nog, terwijl ik hem al heel vaak heb gezien, nog altijd iets verbazingwekkends op. Want ja, waar kom je dit tegen? Ja, ze noemen me ook wel eens een fijnschilder, omdat ik eigenlijk altijd wel op zoek ben naar met name detail in foto's. En die techniek heb ik me aangeleerd. Het is een beetje mijn stijl geworden. En ik mag ook op die manier, ja, ik geniet best wel veel vertrouwen nu van de renners, dus ik mag ook heel dichtbij komen, waardoor ik wel een bijzonder beeld kan maken. We zien hier Tom Dumoulin. Ja, ik fotografeer met name dus achter de schermen. En dat is ook wat ik zo mooi vind aan de wielersport. We zien hem allemaal aan de buitenkant. En ik probeer eigenlijk de binnenkant met mijn foto's te laten zien. En dit is in de bus. En het is natuurlijk wel bijzonder dat je daar iedere keer bij mag zijn. Ja, het is eigenlijk wel een bliksemcarrière. Ik had dit nooit durven dromen, hè, want ik heb altijd in de jeugdzorg gewerkt, 25 jaar lang. En een hele leuke baan, met risicojongeren gewerkt in de pleegzorg. In 2008 heb ik mijn eerste camera gekocht en heel gepassioneerd begonnen. Ik ben in de wielersport terechtgekomen en nu sta ik hier en ik leef mijn droom.